Vanuit Buitensporig is dit Café 0.0. Presentatie Tom Zuidema. Welkom bij weer een aflevering van Café 0.0 vanuit Buitensporig in Tiel. Vandaag praten we met Tine Reinders over Saart aan huis. We hebben nog geen idee wat dat is. Daar moet wat meer bekendheid voor komen, heb ik begrepen. Het is een hele belangrijke organisatie voor aanvullende mantelzorg. Tine, welkom. Dank Fijn dat je er bent. We beginnen altijd met een voorstelrondje. Wie is Tine Reinders? Wat is jouw taak bij en wat is Saart aan huis eigenlijk? Ja. Als gezegd, ik ben Tine Reinders. Net niet geboren in Tiel, vanaf mijn derde woon ik in Tiel. Ik heb een man en een zoon. En sinds bijna 4 jaar ben ik actief als vestigingsmanager bij Saart aan huis. Mm-hmm. Het is een landelijke organisatie waarbij ik zelf verantwoordelijk ben voor de regio Rivierenland. Wat wij doen is aanvullende mantelzorg, die dienstverlening zeg maar bewerkstelligen. Dat betekent geen medische zorg of verzorging, mm-hmm. Maar eigenlijk juist het stukje informele zorg. Dus eigenlijk hetgeen wat een partner voor zijn naaste doet. Of een dochter of zoon voor zijn ouders of vader of moeder. Mm-hmm. Moet je denken aan licht huishoudelijk werk, assisteren bij een wasje draaien, een boodschapje doen, koken, samen eten. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook meer de welzijnsactiviteiten, dingen die ook zo belangrijk zijn. Even samen de krant doornemen, een stukje wandelen. Ook die samen boodschappen doen. Hè? Heel veel mensen missen het enorm. Even dat rondje, dat rustige rondje door de supermarkt. Wat op een gegeven moment vaak niet meer kan. Bijvoorbeeld door beperkte mobiliteit. Nou, die ondersteuning. Mm-hmm. Dat is hetgeen wat wij bieden. En waarbij ik zeg maar de match mag maken tussen een cliënt en een Saar. Zoals we de dames en heren. We hebben ook heren. Die heette geen Saar? Of? Nee, die heette Bram. Bram en Saar, oké. Okay. Nou, wat ik mooi vind in je verhaal is dat het is aanvullende mantelzorg. Dus je gaat ervan uit dat er al hulp aanwezig is. Hè? Aanvullend op wat daar gebeurt schakelen we dan Saar of Bram aan huis in. Wat ik wel mooi vind is dat je inderdaad zegt, het zijn net die dingen waar normaal gesproken de mantelzorger of de puf niet meer voor heeft misschien. Of geen tijd voor heeft. Of zegt, ja, mijn pakketje is klaar. En dan opeens staat daar een Bram of een Saar voor je. Ja. Maar dan lijkt me die match toch best wel lastig. Hoe werkt dat? Hoe match je een Saar of een Bram aan het mooie klant? Is dat, als ik het traject zeg maar benoem, in principe bellen mensen me op met een bepaalde zorgvraag. Die leggen ze neer en op basis van die vraag ga ik op kennismaking bij de mensen. Ik heb ze dan al even verteld op welke manieren ze eventueel Saar in huis in kunnen zetten. Dus daar kan ik misschien zo meteen nog iets over toelichten. Mm-hmm. Dan ga ik bij de mensen thuis op bezoek. Ik wil altijd graag de mensen eerst even ontmoeten. Ja. Een goed beeld hebben van wat voor iemand is het. Waar houdt diegene van? Wat voor thuissituatie is er? Vind ook fijn als de cliënt zelf er is. Maar als het kan ook iemand van de familie. Zodat je een mooi totaalplaatje ook krijgt. En dan gaan we kijken wat is de zorgvraag concreet. Op welke dagen, op welke tijden. Wat wil iemand graag? Welke interesses heeft iemand? Maar ook hoe is iemands leven gelopen? Wat voor iemand ben je? Want een Saar of Bram komt wel in iemands privé. Mm-hmm. Dat doe je ook graag. Omdat je hoopt dat mensen daardoor zo lang mogelijk of liefst tot het eind thuis kunnen blijven wonen. Ja. Maar dan moet het wel iemand zijn waar je een fijne klik mee hebt. Waar vinden jullie, waar vind jij die Brammen en die Saren? Want dat moet een behoorlijk netwerk zijn. Als je zegt, ik heb het over het rivierengebied, dat is best groot. Het zijn 8 gemeentes. Dus dat is inderdaad een flink gebied. Mm-hmm. Het is Tiel, Buren, West-Betuwe, Neder-Betuwe, Over-Betuwe, mm-hmm. West-Maas en Waal, Druten en Maasdriel. Groot gebied, dus dat betekent ook dat je in het hele gebied ook Saars en Brammen moet hebben. Wat wel mooi is, en dat vind ik zelf, daar gaat mijn hart iedere keer ook sneller van kloppen. We maken een hele mooie mix. Een mooie match eigenlijk moet ik zeggen tussen die vraag en aanbod. Omdat we werken met mensen die over het algemeen tussen de 45 en de 65 en een beetje zijn. Dus ook met pensionada's. Ja. Mensen die klaar zijn met werken, maar eigenlijk gewoon nog lang niet achter die geraniums willen zitten.
Die zeggen, ik vind dit mooi om te doen. Hè? Het is echt meer welzijnswerk, want zo moet je het eigenlijk toch meer zien. Ja. Ik heb daar een aantal uren in de week voor beschikbaar. Ik vind dat mooi om te doen. Ik vind het leuk dat ik er ook een vergoeding voor krijg. Mm-hmm. Dus dat er ook iets tegenover staat. En daardoor hebben we gelukkig eigenlijk de situatie, en dat vind ik wel ook het mooie en innovatieve aan hoe we het aanpakken, dat we voldoende mensen hebben. Ja. Er zijn gewoon nogal wat mensen die zeggen, mits passend bij mijn leven, mm-hmm. om een voorbeeld te noemen, ik heb een hele fijne staar die, allemaal fijne staars trouwens, maar ik heb een hele fijne staar die graag, die is inmiddels gestopt met werken en die wil graag de dinsdag, woensdag, donderdag werken. De andere dagen wil ze graag vrij zijn, mm-hmm. Want dan kan ze lekker met de boot weg, op stap, kan, andere dingen doen. Dus zij kan aangeven, dan ben ik beschikbaar. Voor mij is het dus de kunst om iedere keer een mooie puzzel te leggen op basis van de vraag, wie past daarbij? En als ik dan ergens ben en ik weet dat het op een van die dagen kan en ik denk, oh, zij zou een hele mooie saar zijn voor bij diegene, want zo werkt het vaak. Ja, ja. Ik zit ergens en dan denk ik al, oh, dit zou een mooie klik zijn met die of die. En zo leg ik de puzzel. Ja. Dus niemand van de saars wordt ingedeeld op basis van een rooster. Er is altijd de vraag. Dus heel persoonlijk, heel klein, naar beide kanten dus ook toe. Hè? Ja, ja. Dus zowel naar de cliënt toe als naar de saar. En daar geloof ik ook in. Als je het op die manier doet, dan gaat het gewoon een hele mooie match zijn. Een van mijn vragen zou zijn, wat is nou de succesformule van Saar aan huis? Maar dat is dit verhaal natuurlijk. Ja. Hoe vinden wij Saar aan huis? Want ik zag toevallig gisteren op internet, op Instagram ook een berichtje langskomen van Saar aan huis, nooit van gehoord, wat is dat dan? Waarom weet ik dat niet? Nou, helpt dit natuurlijk een beetje om aandacht te vragen voor jullie club. Maar waar vindt iemand die op zoek is naar die aanvullende mantelzorg, of die straks jou zien in de uitzending, waar vinden die Saar aan huis? Ja, nou ja, sowieso investeer ik natuurlijk constant wel in de verschillende contacten die er zijn in zorglandschap. Dus mond op mond? Nou ja, je probeert zoveel mogelijk natuurlijk ook dat je als mensen in de zorg naar elkaar doorverwijst. Ja. Dus hè, dat de huisarts en de praktijkondersteuners op de hoogte zijn. Dat de mensen, de welzijnsorganisaties op de hoogte zijn. Dat de gemeentes ervan weten. Dat is natuurlijk een constant proces. Saar aan huis doet er zelf ook wel veel aan. Door ook landelijk. Hè, we hebben net een radiocommercial op 1 en op zender 1 en op zender 4 landelijke zender gehad. Er is een website, Saar aan huis. Er is een website, sowieso een landelijke website, www.saaraanhuis.nl. Volgende vraag zou zijn, bij mantelzorgers denken we al gauw aan een bepaalde leeftijd, wat ouderen, senioren, maar het is helemaal niet alleen voor senioren, heb ik begrepen. Nee, dat klopt. Als je kijkt, mantelzorg komt eigenlijk in allerlei gedaantes voor. En dat benaderen we ook altijd. Dat kan zijn in een situatie in een jong gezin. Mm-hmm. Waar een van de ouders bijvoorbeeld kampt met fysieke of mentale klachten. Kan ook zijn dat er een bepaald ziektebeeld is op een bepaalde leeftijd. Inderdaad ook de ouderen. Dat is natuurlijk wel de belangrijkste doelgroep. Maar zeker niet de enige doelgroep. En soms is het bijvoorbeeld ook tijdelijk. Als er door revalidatie van de vaste mantelzorger ondersteuning nodig is. Dat kan natuurlijk. Ook. Dus het kan langdurig zijn, maar het kan ook tijdelijk zijn. Nou begrijp ik dat het niet helemaal gratis is, maar daar staat ook een vergoedingsmogelijkheid tegenover. Ja, in principe kan Saar aan huis ingezet worden op drie manieren. Mm-hmm. Het kan of particulier, dan betalen mensen het zelf voor een vast uurbedrag en reiskostenvergoeding. Daarnaast zijn er heel veel zorgverzekeraars die het vanuit het aanvullend pakket vergoeden. En daarnaast is het zo dat het eventueel kan vanuit het persoonsgebonden budget. Oh ja. Dus als er bijvoorbeeld een WLZ-indicatie is voor de wet langdurige zorg, dan is dat eventueel ook een mogelijkheid. Maar dat kan ik ook altijd met de mensen bespreken. Ja, mogelijkheden te over en ja, zeker. Ze kunnen allemaal bij jou terecht. Ik kan me voorstellen dat je nog een oproep zou willen doen aan de kijkers in de zin van, heb je nog vrijwilligers nodig? Wil je nog meer aandacht? Ja. Zeg het voort, zoiets. Ja. Nou ja, wat denk ik heel belangrijk is, toevallig las ik vanochtend nog een stukje. Mensen denken vaak over de winter na, de donkere dagen. En dan is het zo stil, zeker voor mensen die wat minder mobiel zijn of een kleinere sociale kring hebben. Maar ook de zomer is een hele belangrijke. Want heel veel mensen die wel mobiel zijn en gezond gaan op vakantie. Ja.
En er is een hele grote groep die deze zomer alleen zit. Weinig aanloop heeft, kinderen weg. Denk er dan ook eens over na. Want ook als mantelzorger kom je soms in een situatie dat je denkt, oh, die mantelzorg is toegenomen. Mm-hmm. Ik ga nu op vakantie, maar eigenlijk kan het voor mijn gevoel niet. Ja, ja, ja. Nou, dat kan een goed moment zijn. Ik zeg altijd, bel me gewoon op. Bespreek de situatie en dan kijk ik samen met diegene wat we kunnen doen. En daarnaast, ja, als je je geroepen voelt, als mensen denken, goh, wat een prachtig werk en dat is het. En je denkt, goh, daar wil ik meer van weten. Dan inschrijven kan sowieso via de website van Sarenhuis voor eventueel een nieuwe Saars en Brammen. Maar mij bellen mag ook altijd. Gaan we doen. Hartelijk dank voor dit gesprek, Tine Reinders. Graag gedaan. Okay.